Juist door de crisis op te pakken, moet je heel veel op dit moment innoveren. Investeren, investeren, investeren in de toekomst. En dan zul je zien dat Brabant, maar ook heel Nederland, er absoluut aan de top van de wereld mee kan draaien. Ja, wat de overheid kan doen, is in ieder geval zorgen dat weer de goede condities ontstaan om de verbinding tussen werkgever en werkzoekende te herstellen. Dat betekent goed nadenken, in de huid kruipen van de werkgever en in de huid kruipen van de werkzoekende. Een goede afstemming binnen het onderwijs. En dat is dan de bedrijfskolom, beroepskolom, VMBO, MBO, HBO. Daar valt winst te behalen en daar kunnen wij het nog stukken beter doen dan tot nu toe gerealiseerd is. Nou, wat je natuurlijk ziet is dat heel veel werkzoekenden wel willen, maar nog niet altijd de goede competenties hebben. Dat betekent dus dat opleiding belangrijk is. Wat je deze tijd ziet is dat er veel bedrijfsopleidingen ontstaan. Nou, daar kan het onderwijs natuurlijk een belangrijke rol in spelen om in-house op de werkvloer ook opleidingen weer te gaan verzorgen. Uiteraard kent het onderwijs de wensen van het bedrijfsleven. Maar daar ligt toch een probleem wat ik even ter sprake wil brengen. En dat is namelijk dat het onderwijs onvoldoende regie heeft op welke studierichtingen de leerlingen kiezen. In Nederland is het zo dat de leerling recht heeft op onderwijs en de vrijheid heeft om zelf te kiezen wat hij wil. En daar ligt nu een groot probleem. Nou, het hele goede nieuws is natuurlijk dat we van de vraagkant uitgaan. En dat betekent, we gaan van de economie uit. Welke mensen hebben we in de toekomst nodig? In plaats van dat je aanbodgericht denkt, vraaggericht. Welke werkgelegenheid gaat ontstaan en is er op dit moment in Brabant? Dat is echt heel goed nieuws. Wat die leerling wil, dat sluit niet aan bij wat de behoefte is van het bedrijfsleven. En ruim gezien wat de behoefte is van de samenleving. Want naast het bedrijfsleven heb je ook de instellingen. We weten allemaal dat er in de zorg erg veel arbeidsplaatsen niet ingevuld kunnen worden. Nou, de scholen, de onderwijsinstellingen, hebben dus geen instrumenten om dat proces voldoende te beïnvloeden en te sturen. Dus daar zouden we eens goed naar moeten kijken als samenleving, hoe dat we daar beter sturing aan kunnen geven. Als je dat goed regelt, zou je bij het MBO dat ook kunnen doen. Op dit moment is dat nog niet zo. Dan moet de overheid regels voor opstellen. Dan kunnen we daar meer regie op zetten. Zeker. Het is van enorm belang dat er in Brabant ook gecoördineerd wordt opgetrokken. Het gaat niet alleen om concurrentie en inspelen op de concurrentie, maar door het te coördineren en samen te werken heb je een enorm strategisch voordeel. De werkgevers hebben een enorm belang omdat er een krapte op de arbeidsmarkt is. Als je kijkt naar de Tilburgse situatie, is mijn inschatting dat er zo'n 10.000 mensen van Oost-Europese afkomst hier op dit moment aan het werk zijn. Dat komt omdat er behoefte is aan mensen, handjes die hier komen werken. En die behoefte zal de komende tijd, is onze stellige inschatting en die van werkgevers, alleen maar toenemen. De overheid is vooral een regisseur, zou je kunnen zeggen, maar de overheid is ook steeds meer een werkgever die ook arbeidsmarktproblemen en uitdagingen kent. Dus die overheid moet ook meedoen in het hele spel en tegelijkertijd natuurlijk ook zorgen voor de infrastructuur en de verantwoordelijkheid nemen voor zaken die anders blijven liggen. Nou, de overheid speelt hier een belangrijke rol omdat ze moeten faciliteren wat we in dat convenant gaan afspreken. Het gaat niet altijd over geld, het gaat ook over commitment naar elkaar toe. Je moet partnership willen creëren met elkaar en als je dat doet, dan zie je dat het werkt. En dat is in Brabant ja, de afgelopen 20, 30 jaar tot stand gebracht en dat gaan we nu op de arbeidsmarkt ook regelen. Eigenlijk is dit van ouds de kracht van Brabant. Brabant is een provincie waar men elkaar heel makkelijk kan vinden. Daar wordt ook wel eens over gezegd van duurt lang, is stroperig, wordt een hoop gesproken en gekletst. Maar in de moderne tijd is dit eigenlijk een van de belangrijkste voordelen van Brabant. Dat men deze cultuur heeft en deze cultuur komt nu enorm tot uiting in deze economisch onzekere tijden. Dus Brabant beschikt over iets wat men eigenlijk vanzelfsprekend vindt. Maar wat zal blijken dat in de mondiale verhoudingen eigenlijk een van je grootste krachten is. We moeten zorgen dat de 10.000 mensen die hier nog aan de kant staan in Tilburg, en dat geldt voor heel veel duizenden meer mensen in Brabant, dat we ook zorgen dat die mensen aan de slag kunnen bij die bedrijven, bij die werkgevers. Dat is in belang van de werkgever voor een duurzame arbeidsontwikkeling. En aan de andere kant in belang van die werkzoekenden, om gewoon ook lekker weer mee te doen en te participeren in de samenleving. En het is ook in belang van de overheid, want het kost ons veel minder geld. Die ondernemers die kunnen
komen tot een betere samenwerking met het onderwijs. Maak afspraken, zet die deuren open, ga bij elkaar op bezoek. Ga kijken wat nodig is voor die leerlingen. Ga kijken wat nodig is om het beroep aantrekkelijk te maken. Zorg dat die leerling, die toekomstige werknemer, een goed beeld heeft van het beroep, een goed beeld heeft van het bedrijf. Het is toch de uitdaging, zeker met deze overheid, als je kijkt naar Bert Pauli, als je kijkt naar de gedeputeerden, de bereidheid om een concreet invulling te geven aan die afspraken is enorm groot. Het geldt ook voor de lokale overheden, die willen graag concreet deze woorden die nu op papier staan vertalen in daden. Het initiatief moet liggen in de regio's. De Brabantse regio's zijn ook erg actief geworden. Hebben ook heel duidelijk voor ogen wat er op het spel staat. En de provincie kan een enorme verbindende factor zijn. En op die manier krijg je heel Brabant aan het werk. Die regio's die moeten dan gaan kijken waar ligt nou de kracht in onze regio. En de onderwijsinstellingen moeten daarbij aansluiten. En moeten de topregio's zoals we die in Brabant onderkend hebben, die moeten daar proberen bij aan te sluiten. Onderzoeken van SER Brabant hebben uitgewezen welke kracht er zit, bijvoorbeeld in West-Brabant, welke in Eindhoven, hè, en welke in de Bos en omgeving. Sluit daar als onderwijsinstellingen bij aan, zoveel als mogelijk is. Het onderwijs moet met name zorgen dat we jongeren op de arbeidsmarkt krijgen en ouderen op de arbeidsmarkt houden die over de juiste vaardigheden beschikken. Dus die vaardigheden moeten up-to-date blijven. Dat betekent dat mensen aan het werk kunnen blijven, maar dat de Brabantse bedrijven ook de garantie hebben dat ze de juiste mensen hebben met de juiste vaardigheden om die Brabantse producten en diensten te kunnen leveren. Ja, wat mij betreft moeten we hier nog concreter werk van maken. Letterlijk concreter werk van maken. Lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. Dat moet niet alleen maar mooie woorden zijn, maar het moeten vooral hele concrete daden zijn. Het onderwijs moet gewoon ook naar buiten durven te treden. Zoek de omgeving op. Maak afspraken. Ben niet intern gericht. Voel je niet steeds aangevallen, maar durf ook te zeggen wat je problemen zijn. We moeten deze mooie woorden omzetten in daden. En dat moet ook heel snel, want de tijd die dringt. Dus uitvoering, monitoring, kijken of het goed loopt, bijsturen, dat is cruciaal. Dat we gewoon voor de top moeten gaan. Zowel voor de hbo-opleidingen als voor de mbo-opleidingen. En ik ben ontzettend blij dat ook de onderwijsinstellingen aan dit convenant mee gaan werken. Nu begint het pas. Het begint nu pas, nu we deze ondertekening hebben, nu begint pas het echte werk.